Hey, welkom bij Man Cave. Leuk dat je weer kijkt. Vandaag gaan we een lekker toetje van de barbecue maken, namelijk Oreo brownies in een gietijzeren skillet. En in deze video laat ik je precies zien hoe je dat doet. Nou goed, en dan zul je je wel afvragen, wat gaat er dan in die Oreo brownie? Wat hebben we allemaal nodig? Chocola, het is 100 gram melkchocolade in blokjes en 200 gram pure chocolade in blokjes. 200 gram ongezouten roomboter, 200 gram bastardsuiker, 150 gram zelfrijzend bakmeel, 4 eitjes en een pakje Oreo's. Een gietijzeren skillet en ik heb tip van Flip. Die gaat er dadelijk zo in. Zorg ervoor dat het dadelijk allemaal wat makkelijker eruit gaat. Verder heb ik hier nog een pannetje staan met het veldgasfornuisje. Daar gaan we mee beginnen. We gaan de 200 gram boter gaan we hierin smelten samen met de chocolade. En daarna gaan we alles samenvoegen in de kom. Nou, we beginnen met de boter. Ik hoop dat jullie niet te veel last hebben van de wind. Er staat behoorlijk wat wind buiten. Die hoor je hier. Ik wel. Dus ik hoop dat jullie er niet te veel last van hebben. Zo, pak weer deze erbij. En dan doen we de chocola erbij. En dan roeren we dit door totdat het een mooi egale massa is. Dit zou je natuurlijk ook op de barbecue kunnen doen. Maar ik denk dat dit makkelijker is. Blijf continu roeren zodat het niet aankoekt en niet verbrandt. Want het moet gaan smelten. En dan heb ik gelijk weer een bakje om een Oreo's in te doen. Kijk, geen klompjes meer erin. Zo. Dan zet ik hem even hier neer. Deze even uit. Dan zet ik hem hier, waar een Dutch oven deksel allemaal niet goed voor is. Zo, die kan mooi blijven staan. Deze zetten we even aan de kant. Die is warm. En daar hoef ik mezelf niet aan te verbranden. Pakken we deze erbij. En de laatste. Die erbij. Pas dat suiker even een beetje los. Als het even staat, dan koekt dat snel aan. Zo. Dan gaan we dit had ik maar mijn KitchenAid gebruikt. Zo. Als dit goed door is geklopt, geroerd, gaat het chocolademengsel erbij. Zorgen dat we alles hebben. Dan roeren we dit ook weer door. A few moments later. Kijk, en als laatste gaat dan nog het zelfrijzend bakmeel erheen.
Nou, dan hebben we dit klaarstaan. En een lamme arm. Skillet erbij. Nou. Ongeveer de helft. Grof kruimelen. Op de bodem. Dan gaat de mix erin. Of eroverheen. Kijk, en dan hebben we hier nog die Oreo's. Die breken we dan door midden. En die steken we dan zo erin. Nu al zo ontzettend lekker uit. Maar ik had de barbecue had ik al aangestoken. Dus die is lekker op temperatuur aan het komen. Ik ga gewoon voor een 200 graden indirect. Ik zie dat hij nu net over de 100 graden is. Dus hij komt vanzelf dadelijk. Dus laten we de andere kant op gaan en naar de barbecue. Zo jongens. Kijk. En nu mag hij zo'n 30 minuutjes bij 200 graden indirect. En dan eens kijken hoe ver hij dan is. Zo een half uurtje verder. Kijk eens. Het begint er toch al mooi uit te zien. Het begint hier al een beetje te scheuren. Even kijken in het midden. Hij is nog te nat. Hij is nog iets te nat. De buitenkant begint mooi te... Zie je? Je ziet dat hij nog te vochtig is van binnen. Laat hem nog even 10, 20 minuutjes staan. Dat hij van binnen wat harder gaat worden. Hij mag van binnen nog wel wat smeuig zijn. Want we pakken daar een lepel en we scheppen er gewoon een stuk uit. Dus hij mag wel smeuig zijn, maar niet te, zeg maar. Dus 10, 20 minuutjes en dan komen we terug. Zo, een kwartiertje verder. Kijk, je ziet meer barst erin komen. Aan de zijkant is hij ook mooi stevig. Kijk. Zo, het ding is. Zie je, komt hij ook mooi schoon eruit. Hier is hij wel wat. Nog steeds wat vochtiger, maar ja, de temperatuur is goed. Dus hebben we lekker een combinatie van lekker hard aan de zijkant, wat soft aan de binnenkant. Dus we gaan hem eens eraf halen. Zo jongens, het moment van de waarheid. Prachtig. Even een stukje proeven. Erg goed. Kijk hier de bodem. Die is ook mooi. Vergeet je niet dat je denkt van, hé, het is helemaal verbrand. Dat zijn natuurlijk de Oreo koekjes. Kijk. Even goed laten zien. De bodem is mooi. En als je dan zo kijkt, dan denk je, hé, verbrand. Maar dat zijn de Oreo koekjes. Heerlijk. En dan was hij dan weer, de Oreo brownie in de skillet van de barbecue. Ik heb net even wat naar binnen gebracht. Mijn vrouw is daar lekker van aan het smullen nu. Ik heb hier mijn bordje staan, dus ik ga dadelijk lekker smullen. En ik heb nog veel te veel over. Dus morgen gaat naar de buren en dat is het leuke van dit soort recepten.
je kunt gewoon lekker uitdelen. Tenminste, ik vind dat leuk. En ja, zo hou je de buren te vriend ook. Dus dat is alleen maar fijn, toch? Nou, in ieder geval, vond je deze video leuk? Had je er wat aan? Like hem dan vooral. Daar help je deze video mee in het hele YouTube-algoritme. En wil je meer van dit soort video's zien? Of de tips en tricks en recepten die ik natuurlijk graag met jou deel? Vergeet dan niet op te abonneren. En druk dan ook op het belletje naast die abonneerknop. Dan krijg je een berichtje van YouTube als ik weer een nieuw video beloof. En dan ben jij er eerst bij. En wil je me door de week volgen wat ik allemaal uitspook in mijn mancave? @NaskuBarbecue op Instagram. En alles kun je teruglezen op www.NaskuBarbecue.nl. Dus, dat gezegd hebben, bedankt voor het kijken. Maak deze thuis ook. En tot de volgende!